Ja, Joris van den Broeke is komen aanschuiven. Dag meneer Van den Broeke. De aanleiding voor de actuele vraag aan Vlaams minister Homans, ja, dat, die aanleiding, dat zijn de schrijnende situaties in sommige sociale woningen in Gent, uw stad. Ik hoorde u zeggen, hier zijn geen excuses voor. Bent u beschaamd? Ja, goed. Als mensen gehuisvest worden in woningen die ongezond zijn, woningen met mogelijke veiligheidsrisico's, dat kan niet. En daar zijn inderdaad geen excuses voor. Dus uiteraard blijf ik staan achter de woorden die ik hier ook in het parlement heb gezegd. Ja, geen excuses en toch gebeurt het. U erkende in uw tussenkomst ook dat de Vlaamse budgetten stijgen. Hoe moet ik dat nu rijmen met de uitspraken van de afgelopen dagen? Onder meer vanuit het Gentse stadsbestuur dat Vlaanderen tekort schiet. Ofwel stijgen ze, ofwel schiet Vlaanderen tekort. Het budget dat de Vlaamse regering vrijmaakt om sociale woningen te renoveren, dat stijgt al 9 jaar op rij. Dus ook in de vorige legislatuur, toen wij zelf ook nog in de regering zaten, toen al stegen die budgetten. Nu, de manier waarop huisvestingsmaatschappijen gefinancierd worden, dat is iets helemaal anders. Huisvestingsmaatschappijen krijgen geen zak geld van de Vlaamse overheid om woningen te renoveren, maar moeten daar leningen voor aangaan en de rente op die lening die wordt gesubsidieerd. Het probleem van een aantal huisvestingsmaatschappijen, en vooral in steden zoals Gent, maar ook in Antwerpen en andere centrumsteden, is dat om dat kapitaal af te lossen, heb je inkomsten nodig, huurinkomsten. Alleen de mensen die sociale woningen huren in centrumsteden zijn doorgaans mensen in de laagste inkomstencategorieën, waardoor dat de huur terecht uiteraard voor hun ook veel lager is. En als die korting niet wordt bijgepast, ja, dan kom je in financiële ademnood als huisvestingsmaatschappij. Ja, maar dit geldt natuurlijk ook voor andere steden. Ik hoor zeggen, in Antwerpen hebben wij dat probleem niet, hoewel het publiek gelijkaardig is, niet het meest kapitaalkrachtige. En dan klinkt het verwijt, ja, er wordt in Gent met geld gemorst. Goh, in Gent wordt er vooral heel veel geïnvesteerd in de renovatie van sociale woningen. Ik heb hier een rapport bij mij dat minister Homans in september dit jaar nog heeft overgemaakt. Het zogeheten visitatierapport. Aan Woning Gent. Dus Woning Gent is binnenste buiten gekeerd door de diensten van minister Homans. En er staat letterlijk in dat rapport, dat moet erkend worden, dat er grote stappen vooruit worden gezet in het beheer en in de renovatie, het onderhoud van het patrimonium. Dus er worden wel degelijk inspanningen geleverd. Meer nog, het stadsbestuur legt daar zelf nog eens 10 miljoen euro bij. Ja, maar goed, er wordt gerenoveerd, er wordt gesloopt en er worden nieuwe gebouwen voor in de plaats gezet. Maar tijdens die werken moet je die mensen die daar gewoond hebben of nog steeds wonen, toch elders kunnen huisvesten en toch niet laten wonen in de situatie die we gezien hebben? Wel, er zijn al dergelijke operaties, projecten uitgevoerd in Gent. Bijvoorbeeld de 3 Rabot-torens, honderden sociale appartementen, die zijn afgebroken en vervangen door nieuwe appartementen. Die mensen zijn effectief ook herhuisvest en dergelijke meer. Maar goed, dat punt heb ik ook gemaakt in het parlement vandaag. Daar waar dat bij renovatieprojecten of bij het vaststellen van problemen van woningen, mensen gehuisvest blijven in woningen die ongezond zijn, die mogelijk zijn veiligheidsrisico met zich meebrengen, dat kan niet, dat is niet voor dat herhaling. Dat kan niet, maar het is wel gebeurd natuurlijk. Hè. Ondanks het feit dat de sociale huisvestingsmaatschappij beheerd wordt, bestuurd wordt door dezelfde partijen die het stadsbestuur uitmaken. Ik zit zelf niet in de huisvestingsmaatschappij. Ik zit ook niet in het lokaal bestuur in Gent. Ik ben tevreden dat er heel veel extra middelen geïnvesteerd zijn de afgelopen jaren om 900 sociale woningen in Gent te renoveren. Toch niet een beetje moeten zijn dan? En ik hoop echt, en ik ben er ook van overtuigd dat men dat zal doen, dat men de nodige maatregelen gaat nemen om te vermijden dat mensen blijven wonen in een woning die daar niet voor geschikt is. Daar moet alles aan gedaan worden, maar ik ben ervan overtuigd dat er ook alles aan gedaan zal worden. Dat is ook bijvoorbeeld wat de OCMW-voorzitter Rudy Koddens heeft gezegd nadat we die beelden hebben gezien. Als je zoiets vaststelt, dan moet je mensen onmiddellijk een ander alternatief, een gezond en veilig alternatief voorstellen. Dat had sneller moeten gebeuren dan te wachten tot een reportage op televisie.
De situatie moet zo opgelost worden dat we inderdaad dergelijke situaties niet meer voor hebben in Gent. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Toch nog één vraagje over dat dossier dat door de sociale huisvestingsmaatschappij was ingediend bij het Schepencollege om te slopen en te vervangen. Dat dossier zou veel te lang blijven liggen zijn in de schuif van het Schepencollege. U heeft al gezegd, ik zit daar niet in. Ja. Maar goed, je kan het dan ook alleen maar vaststellen natuurlijk, dat het daar dan blijkbaar toch ergens blijft liggen. Dat had toch niet gemogen? Het zou mij verbazen. Ik ken dit zeer concrete dossier, ken ik niet. Ook al, goed, het feit dat het gebeurt. Ja, ik lees opnieuw in het rapport van minister Hommans haar diensten dat in Gent 900 woningen gerenoveerd zijn de afgelopen jaren, dat er 700 woningen op korte termijn opnieuw zullen gerenoveerd worden. En er staat letterlijk in dat er substantiële bijkomende inspanningen zijn gedaan, dat men op goede weg is, dat er meer en beter onderhouden wordt en gerenoveerd. En ik hoop dat we dat nog kunnen versterken in Gent en zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen hun sociale woning kunnen renoveren. En liefst zo snel mogelijk de mensen die in erbarmelijke omstandigheden wonen, elders huisvesten in elkaar. Dat is de reden waarom het programma van SPA Groen bijvoorbeeld staat, dat we 90 miljoen euro extra willen investeren in wonen in Gent. Ja, dat is duidelijk. Bedankt voor dit interview, Joris van den Broeke. Blijf bij ons, beste kijker. We gaan het zo meteen hebben over de relatie tussen de lijn en de lokale besturen. Tot zo meteen.